Goed mensen, ik ben Sam en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van de PMO-pack. Jongens, vandaag gaan wij een heel vet iets doen. Tenminste, heel vet. Valt eigenlijk reuze mee. Ik vind alles vet. Laten we daarop houden. En mijn quarry glitch. In ieder geval, er gaat vandaag weer een invite uit. Dus jongens, als jullie een invite willen winnen, klik even op dat blauwe duimpje omhoog. En ga zeggen in de reacties waarom in godsnaam jij in de PMO-pack wil. Ik ga denk ik 2 invites eruit doen als er 2.500 likes zijn gehaald. Dus there you go, omdat wij laatste tijd... Wow, die dingen gaan gewoon weg als ik zo doe. Poef. We hebben al een tijdje geen invite gedaan. Dus ik dacht van, hey, weet je wat, we gaan gewoon weer lekker een invite doen. We gaan gewoon lekker veel mensen inviten. Dus there you go. Wat wij vandaag gaan doen jongens, ik heb trouwens ook een heel leuk idee. Binnenkort komen de PM spelen, de PM Games ga ik het waarschijnlijk noemen. Dat is gewoon de Olympische PM Modpack spelen. Is heel weird, denk je. Misschien is van, what the fuck, wat bedoel je daarmee? Het gaat heel vet worden. Het gaat serieus best wel heel erg vet worden. Dus stay tuned voor dat, want dan gaan er ook als het goed is 2 invites uit. Wat ik nu wil gaan doen, ik wil dit even helemaal veranderen. Ik heb hier trouwens een energy cell nog steeds van Simoontje liggen. En dat kan echt heel erg van pas komen, want wat ik eigenlijk wil gaan doen... is even deze solar panels die hier boven liggen. Deze hier zo. Vooral deze 2. Die wil ik even gaan meenemen. En dan moet ik ook eentje van deze. Ik kan ze beter eigenlijk allemaal meenemen. Zo, hoppakee. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. En die ga ik even daarin leggen. Want deze quarry, ten eerste, is nog niet klaar. Tenminste, dat denk ik dat die nog niet klaar is. Ik wil ook gewoon hier even wat energie fixen. En ik denk dat het heel erg handig is als we dat via de quarry gaan doen. Dat het meteen verbruikt wordt. Dus opgebruikt wordt. Dus dat is wel super chill. Hier, dan halen we dit weg. En dan connecten we het als het goed is. Gewoon zo. Ik weet niet of mensen er kunnen slapen. Als ze kunnen slapen, dan zal het super nice zijn. Dan is het gewoon in één keer dag. Woep. Als het goed is, moet hij nu wel weer power krijgen. En als het goed is, moet hij het doen dan. Not sure. Het is natuurlijk dag, dus hij werkt natuurlijk niet. Wat de hel was dat? Oh, dat was een koppelspel. En dan wil ik mijn quarry nog gaan verplaatsen. Wat ook wel heel erg handig is. Ik ga ook wel even slapen, want ik ben alweer een beetje laag. Ik zei iets van, jongens, gaan we slapen. En oh, there you go. Het is al done. Het is al done. 62% van de server heeft geslapen. We gaan even kijken of hij nu werkt. Of er überhaupt nu energie in komt. Ik denk het wel. Het zou moeten dat er energie in komt. Oef. Waarom komt er geen energie in? Why doesn't it work? Dat is heel erg vreemd. Staat de output goed? Dat maakt als het goed is niet uit. Want hij staat sowieso goed. Weird. Waarom komt er geen energie in? Waarom komt er geen energie in? There you go. Nu komt er wel energie in. Ik weet nou niet. Ik heb dit blauw gemaakt. En nu komt er wel energie in. Dus ik denk dat blauw dus de input is. Kijk, hoppakee. Hier komt nu ook energie. Vanaf deze kant komt er ook energie in. Nu zit er al 20.000 in. Wat best wel heel veel is. En het gaat ook echt super snel erbij. Wat super vet is. Hier zit nu niks in. Oké, het is wel nog een beetje gestoord. Dus het gestoord. En ik bedoel niet van gestoord. Je bent echt heel dom. Ik bedoel meer gestoord. Want het is opgeslagen. Zoals je daarboven ziet. Hardened solar panel. En het staat nu 2500 van de 8000. Dus dat stoor je. Dat zit er gewoon al in. Nu kunnen wij dit aansluiten. En als het goed is. Wow. Wow. Chillax bro. Dat ding gaat echt super hard. In ieder geval als deze. Stopt hij nou weer? Ja kijk. Het is nu al op. Het gaat echt super snel dit. En als het goed is zit nu ook hier helemaal niks meer in. Hier zit niks meer in. En nu gaat hij heel langzaam nu? Hij valt van mee. Oké, hij gaat best wel heel erg langzaam. Dit ding gaat best wel heel erg langzaam. Ik heb echt meer van deze solar panels nodig. Echt veel meer van deze solar panels nodig. Oké, maar dat wou ik in ieder geval fixen. Dat mijn quarry het weer doet. Nou, mijn quarry doet het nu weer. Hij gaat weer lekker minen en hoop dat ik een paar diamonds daarvan krijg. Wat ik nu wil gaan doen, ik wil een paar generators gaan maken. Oh, generator. There we go. Ik wil een paar generators gaan maken. En dan heb je een ender generator, heb je een culinary en general potion generator, solar generator. En solar generator lijkt mij heel erg nice, omdat het natuurlijk weer solar power is. Lijkt mij in ieder geval super gunstig. Lava generator lijkt mij ook heel erg nice, ondanks wij heel veel pompjes hebben. En daar een vulkaan hebben staan. Leek mij het wel heel interessant om deze aflevering. En daarom vond ik het ook een speciale en een gave aflevering. We gaan niet heel erg vet doen. Maar ik wist niet echt of het super vet was. Ja, we gaan, ik denk het wel als ik het zo zeg. We gaan lava uit de vulkaan gaan wij pompen.
Remember that, guys. Remember that, dat wij vulkaan uit de lava gaan pompen. Dus dit gaat een zware missie worden. En dit gaat een hele leuke missie worden. Want ja, lava... Het is nou niet echt fijn om bovenop een vulkaan te staan en zegt van... Hey, ik ga nu even lava pompen. Ik denk niet echt dat het fijn is. Maar wij gaan het gewoon doen. Wij gaan ook deze tank natuurlijk meenemen. Ik wil het uiteindelijk via Ender Tanks doen. Lijkt me veel makkelijker, Ender Tanks. Ik weet niet hoe duur Ender Tanks zijn. Anders kunnen we die meteen wel maken. Ender Tank. Deze Ender Tank Storage. Hier hebben we Blaze Rods hebben nodig. Cauldron. En al die dingen. Dus dat wordt hem denk ik nog niet. Dat komt later wel. We gaan eerst even al dat lava storen. Ik denk dat dat veel handiger is als we dat gaan doen. Ik weet dat ik nu helemaal naar beneden val. God damn it. En dat was ook eigenlijk, dat was eigenlijk wel de bedoeling. Zitten we in hover mode of niet? Vraag me af. Oké, nu zitten we in hover mode. Oké, ja, ik wil dus niet in hover mode. Hallo? There we go. En, oh, daar is ook olie. Olie wil ik ook meenemen, jongens. Ik wil echt nu heel veel met liquids gaan doen. Dat lijkt mij heel erg vet. En hierboven. En nu weet ik dus niet of dit het enige lava is. Dus wat we even doen, we halen dit even weg. En dan, oké. Dus zie je, dan weet je al meteen dat het niet is. En dan halen we dit weg. En gaan we even kijken. Ik denk dat het wel verder naar beneden loopt. We gaan even nog een paar blokjes weghalen. Zo, hoppakee. Tot het lava niet meer naar beneden stroomt. Dat is eigenlijk wat ik wil. Want lava stroomt nu nog helemaal naar beneden. En dat is best wel heel crap. Ik denk dat het ook wat blijft doen. Of niet? Wauw. Er zit hier helemaal niks onder. Het blijft hier gewoon een beetje hangen. Pile of ash. Nou, dat is heel fijn om te hebben. Not. Ik denk dat dit gewoon... Dit is het. Of niet? Ja, dit is het lava. Dat was niet de bedoeling. Het was wel de bedoeling om het weg te halen, want sommige lopen echt heel erg ver omlaag. En dat is precies wat ik wil. Deze daarentegen, dat was echt een anticlimax. Dat was echt een hele erg anticlimax. Als het goed is, hebben we nog wel een vulkaan. There we go. We hebben nog een vulkaan. We hebben hier een vulkaan. We hebben hier een vulkaan. Ah, dat is daar. Dat is een beetje laag. Hier beneden misschien? Hier beneden hebben we niks. Maar hier hebben we wel een vulkaan. Dus daar kunnen we wel even gaan kijken. Is wel een eindje verderop. Maar we gaan wel even kijken of daar misschien een chille vulkaan zit. En dan kunnen we die pomp daaraan aansluiten. En dan kunnen we het gewoon via een ender tank bijvoorbeeld kunnen we het gaan fixen. Op mij lijkt het gewoon wel heel chill om lava te fixen. We kunnen ook wel even snel hier gaan kijken. Nu we er toch langs gaan. Even kijken of toevallig hier veel lava zit. Of dit ook gewoon één blokje is. Het is ook maar één blokje. Dat is echt heel erg naar. Dat is echt, het is beter dat ik het nu in ieder geval ga checken. Dat ik later al heel erg plannen ga maken van met lava en weet ik veel wat. Ik weet, jongens, dat ik naar de Nether kan. Ik weet 100% zeker dat ik naar de Nether kan. Dat ik daar lava kan fixen. Wil ik dat doen? Nee, dat wil ik niet gaan doen. Waarom niet? Omdat dat te makkelijk is. Het is gewoon te makkelijk. Ik wil een vulkaan zoeken en daar wil ik dan lava mee gaan fixen. En dat vind ik veel avontuurlijker. Dat is veel vetter dan naar de Nether gaan. Zet daar een pompje neer. Bam, nail dit. Doet iedereen. Weet je, dat doet echt letterlijk iedereen. Ik hoop dat dit gaat werken. Man. Dit ding is wel echt heel erg traag. Ik moet hem echt gaan upgraden binnenkort. Dit ziet er wel echt heel veel uit. Alleen dit kan ook gewoon één blokje zijn. Eén blokje lava kan dit allemaal creëren. Dus ja, het ziet er heel veel uit. Kan niet heel veel zijn. Zoals hier. Kijk, ik denk dat dit maar ook één blokje is. Ik denk 100% zeker dat dit maar één blokje is. En dat is super naar. We pakken even wat ashstone. Dan gaan we weer dit doen. Hoppakee. Gaan we even zorgen dat al het lava natuurlijk weer weggaat. En dat is ook hier, hier en hier als het goed is. En dan gaan we hier omlaag. Kijken of dit nu blijft. Ik denk het niet. Ik denk, ja, het loopt weer niet heel erg omlaag. Dat is heel erg naar. En dan raad ik aan dat het bij deze ook niet... Of dan denk ik het dat ik ook bij deze is. Oeh, maar ik zie daar wel een pool. Kijk, dit is dus wat we nodig hebben. Ja, dit is wat we nodig hebben. Dit is gewoon een pool met lava, zoals je al ziet. En dit kunnen we gewoon heel mooi meenemen. Alright. Nou, jongens, we hebben het gevonden. We found it. En dan kunnen we deze pool op lava kunnen we gewoon mooi meenemen. Hier zit genoeg lava in om heel veel energie aan ons te geven. Dus dat is super chill. Ja, laten we maar even... Want het is natuurlijk super gevaarlijk wel om met lava te werken en om bij lava te werken. Laten we eerst even een klein platformpje gaan maken. Is natuurlijk heel erg belangrijk, want anders... ja, je wilt natuurlijk niet in het lava vallen. Is best, ook best wel heel erg logisch. Hoppakee, dan doen we even zo, zo en zo. Dan gooien wij hier een NS-blok. Woep! En dan gooien wij hier die pomp neer. Zo.
Die pomp die gaat nu als het goed is al omlaag. Dan zetten wij hier een paar redstone engines neer. 1, 2, 3. En dan zetten we hier een redstone torch neer. En als het goed is, we gaan hier even naar beneden. Komt er een pompding uit. Als het goed is. Ik weet het bijna wel zeker. Ja, there we go. Oké, dus hij begint nu al met pompen. Hij fixt denk ik nu al lava. Oh nee, hij fixt nog geen lava, want er zit natuurlijk niks aan. Wat ik dan wil doen. Dan wil ik hier tanks gaan maken. Ik wil hier 1, 2, 3 tanks hebben. Zorg ervoor dus dat ik zometeen lava hierin ga pompen. Dat hier overal lava in komt. Moet ik wel eerst nog even terug. Want ik heb natuurlijk eerst nog een paar dingetjes nodig. Oké, ga ik de goede kant op? Yes, ik ga de goede kant op. Moet ik ten eerste mijn jetpack nog even opladen. We hebben waterproof cactus nodig. Of waterproof cactus. We hebben waterproof pipes nodig. Dat maak je met een cactus. Dan hebben we nog een paar pipes nodig. Gecombineerd dus met die cactus. We hebben nog een paar tanks nodig, waardoor we wat zand nodig hebben. Nou, zand hebben we genoeg thuis, dus dat is wel chill. We hebben wel best wel veel tanks nodig. Lijkt me wel heel erg handig om dat te fixen. Zijn we er al bijna? Damn, het is best wel heel erg ver. Wow, dit is ook een hele vette eiland. Hierzo. Echt heel gaaf. Ja, we zijn er. We moeten alleen nog die kant op. En there we go. En dan zijn we er. Wat is dat? Wat is wat? Oh ja, hun zitten allemaal trouwens in, als je afvraagt van, waar de fuck zijn hun? Hun zitten allemaal in de twilight, als het goed is. En hun zijn daar aan het, bossels aan het vechten en nukes aan het plaatsen en weet ik veel wat. Een giant obsidian blok, dat klinkt heel erg interessant. Kool, ik zag hier nog kool, yes. Ik wil even wat kool meenemen. Zorg toch weer voor energie en dat is gewoon heel erg chill. Hoppakee, en dat hak ik dus met mijn gekregen Fortune Pickaxe. Hier, 20 kool. Echt, tot zijn het niet eens een minuut. Super chill, echt super relaxed. Oké, dus we hebben tanks nodig. Moeten we eerst even wat zand fixen. Hebben we zand? Misschien heb ik al wel wat glas. Ja, ik heb hier al best wel wat glas. Ik weet niet of dit genoeg is. Denk het niet. Woep. Dan doe ik het één keer. Zo, 8 tanks. Ah, 8 tanks kan wel genoeg zijn. Ik weet niet wat dit is. Ik weet wel wat het is. Iemand heeft dit allemaal hier neergelegd. Dat weet ik wel. Want het zijn allemaal wormpjes. En ik leg hier zelf geen wormpjes neer. Hebben we nog wat glas? Hebben we nog wat glas? Nog wat floors. Nog wat floors. Yes, dat hebben we. Dus dan doen we zo, zo. Deze tussen. Moet het andersom? Nee, het moet niet andersom. Dan moet ik het waarschijnlijk gewoon even zo doen. Woep. Dan maakt het waarschijnlijk uit wat voor glastype het is. Yes, dat is het inderdaad. En hij doet het nu, dus dat is super chill. Waarom werkt deze ding? Ik hoor het, maar ze doen niks. Even kijken. Waar is mijn cactus? Hier zo. Cactus gooi je even hierin, want cactus moeten we koken. Dat wordt als het goed is cactus green. Yes, dat wordt het inderdaad. En daar hebben we 8 van nodig. 6. Nog even wachten. En dan hebben wij er 8. 9 zelfs, denk ik. Ja, 9. Woep. Pipe sealant. Ik hoop dat dit het is. Het zag er anders uit in... Oh, there you go. Het is het. Het zag er anders uit in de versies hiervoor. Maar pipe sealant is inderdaad wat we nodig hebben. Dus nu kunnen wij lava gaan storen. En dat is precies wat we gaan doen. Dus we gaan nog even met snel met jetpack opladen. Want anders komen we daar niet. Ja, dan komen we er wel. Maar dat duurt echt heel erg lang. En dit gaat ook gewoon zo lekker zijn gangetje. En hij is al bijna vol. Dus dat is een... Wat vinden jullie van mijn opa-klok, jongens? Ik noem het altijd een opa... Oh, het heet ook echt een grandfather's klok. Ik wou net zeggen... Het is een opa-klok. Ja, ik vind het jammer dat je... Oh, je kan het licht aandoen en uit. Hello. Oké, hij doet het. Boop. Hello. Oh, dat is zo nasty. We gaan nog even snel even spieken bij mijn quarry. Kijken hoe dat gaat. Misschien... Hij gaat wel redden. Hij gaat redden. We hebben nog wat yellowrite. We hebben nog meer yellowrite. Voor de rest niet echt wat bijzonders. Alright. Laten we maar weer die kant op gaan. En dan gaan we kijken of het allemaal gaat werken met die pompjes. Ik hoop het wel. En dan kunnen we lava fixen. Dan ga ik zo snel mogelijk een lava generator ga ik maken. Met die lava generator zorgt ervoor dus waarschijnlijk. Ik ben bijna wel zeker dat het best wel heel veel energie gaat geven. Echt heel veel energie gaat geven. Dus dat is super chill. Het gaat natuurlijk niet unlimited geven. Het is alleen maar met lava. Dus elke keer als mijn lava op is, dan heb ik er uiteindelijk niks meer aan. Dan moet ik weer een andere lava source fixen. Uiteindelijk misschien kan ik wel naar de Nether om dat te fixen. Maar eerst zover wil ik gewoon
met een vulkaan doen. Want ik denk nou zelf, als ik nog zulk allemaal had, ja, ik kon wel naar de Nether, maar het was nou niet echt veilig om daar al mijn energie vandaan te halen. En dan moet ik, als het goed is, ook World Anchors neerzetten. En die zijn, ik vind World Anchors, dus World Anchors zijn eigenlijk chunk loaders. Dus als jij niet online bent, dan zorg er wel voor dat jouw machines doorgaan. Nu, mijn machines daar, die gaan als het goed is niet verder. Die stoppen nu, omdat ik niet in de buurt ben. Vind ik dat slecht? Vind ik dat oké? Ja, ik vind het oké. Ik vind het niet slecht. Ik vind het prima, want... Wow, lag incoming. Yeah, there we go. Hoppakee. Ik vind dat juist wel prima. Heel veel mensen op de server die gooien overal chunkloaders neer, waardoor de server heel erg gaat laggen. Al vind ik 1 of 2 chunkloaders prima, als je ze maar weer verwijdert als je klaar bent. Dan vind ik het helemaal goed. Oh ja, ik heb mijn tanks gelukkig meegenomen. Ik was even bang dat ik mijn tanks was vergeten. Maar ik heb ze, dus dat is nice. Woep. Ik ga eens even dit laten zien. Ik hoop dat ik genoeg heb. Ik denk het wel. Zo. There we go. Ik heb denk ik precies ook genoeg. En nu komt hier dus overal lava in. Wat super nice is. Zoals je al ziet. Het ziet er super netjes uit. En hier, het lijkt op een US penis. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat ziet niemand. En nu komt hier gewoon overal lava in. En als het goed is gaat dit lava ook weg dan. Ja, zoals je al ziet. Hij pakt het hier helemaal uit het hoekje. There we go. Hij pakt het hier helemaal uit het hoekje. En wij krijgen zo meteen lava. Ik weet niet of het veel lava is. Dat zullen we dan wel zien. Maar ik weet wel dat het genoeg lava is om ons power source te fixen. Dus dat is super chill. Dit gaat lekker zijn gangje. Zoals ik al zei, ik kan hier een chunk loader neerzetten. Ga ik niet doen. Ik livestream deze serie. Ik ga deze serie vaak luisteren. Heb ik natuurlijk al gedaan. Ik ga het ook meer doen. En dan heb ik gewoon heel veel te doen. En dan lijkt het mij niet leuk als ik overal chunkloaders neer ga zetten. Want dan ben ik alweer zo snel klaar. Dan is het echt zo van... Ik leg overal chunkloaders neer bij mijn machines. Ik heb unlimited energie. Want al dat energie... Ik heb 2 dagen niet op de PM modpack gezeten. Of nee, 1 dag niet op de PM modpack gezeten. Eigenlijk. En mijn energie is niet 100%. En dat vind ik juist wel leuk. Ik vind het juist wel leuk om die progress te zien van... Hey, het is niet dat ik even 1 dag of 2 uur even wat ga drinken. Even wat eten ga halen of zo. En dan kom ik terug en alles is done. Al mijn energie is helemaal vol. Dan kan het wel dat je natuurlijk online blijft. En dat je gewoon naast die machine blijft staan. Dat vind ik prima. Dat is ook eigenlijk wat je moet doen. In plaats van chunk loaders. Maar sommige mensen doen dat. En dat vind ik natuurlijk helemaal niet erg. Mij lijkt het gewoon chill om erbij te staan. Even kijken hoe mijn quarry dat gewoon doet. En damn, dat ding gaat echt heel erg omlaag. Het gaat echt heel erg omlaag. Maar dat lijkt mij in ieder geval super leuk. Alright guys, wij hebben dus nu lava gefarmd. Wij gaan de volgende aflevering... gaan wij een lava generator maken. Dat is deze. En dan kunnen we het uiteindelijk ook upgraden... naar een power multiplier van 8 keer. Wat natuurlijk super nice is. En daarna kunnen we hem zelf upgraden naar een lava multiplier... van 64 keer. Allows lava to use as fuel. Steve's Workshop. Geen flauw idee wat het is. We gaan in ieder geval een lava generator maken. Is iron, is gold waard. En wat redstone. Ik heb weinig iron nog. Dus ik moet ze misschien binnenkort wel weer even gaan minen. Zal ik ook wel gewoon lekker onkennen doen. Jongens, bedankt voor het kijken. Check de volgende aflevering weer. Vergeet de like natuurlijk niet te doen. Want de invite gaat eruit. Als je dat vergeet, dan is dat heel erg jammer. Bedankt voor het kijken nogmaals. En ik zeg peace.